Nijmegen is dit jaar hoofdstad van een natuurfestival. Op 20 en 21 mei valt er in Nijmegen en omliggende natuur van alles buiten te beleven tijdens Fête de la Nature. Fête de la Nature, dat is een landelijk natuurfestival dat sinds een aantal jaar wordt georganiseerd in heel Nederland. Mensen moeten hier naartoe komen omdat je hier de echte wilde natuur van Nijmegen kunt beleven. De Bastei, IVN en Staatsbosbeheer organiseren hier samen allerlei excursies voor jong en oud. En we geven ook informatie over het gebied. Zondag organiseert het IVN hier eerst 's ochtends een natuurontbijt om 9 uur. Zit jammer genoeg al vol. En vanaf 10 uur zijn er rondleidingen van een uur door het gebied. En proberen we de mensen wat te laten zien wat er hier in het gebied te beleven is. En dan denken we dus aan de planten, aan de vogels. Het is nu voorjaar, dus er wordt volop gezongen. En wat het gebied verder uniek maakt, het heet dan het mooie woord struinen. Dat je vanaf hier eigenlijk die Waal kunt blijven volgen tot in Millingen toe. En het is vrij toegankelijk. Je zit langs de rivier, weer een stukje verder weg. Dus het blijft een unieke ervaring. De Stadswaard is uitgekozen omdat het is een wild natuurgebied dat dicht bij de stad ligt. Het is een lange tijd ontoegankelijk geweest voor het publiek. Omdat er een nevengul gegraven is. Om ook de Waal aan deze kant meer ruimte te geven. En om het gebied aantrekkelijk te maken voor natuurrecreatie. Je kunt hier kuddes, wilde paarden en koeien tegenkomen. Maar verderop in het gebied, in de Gelderse Poort, leven ook bevers. Er is in 2014 een otter gezien, wat heel bijzonder is. Daarnaast komen hier ook lepelaars voor en de grote zilverreiger. En in het water leeft natuurlijk van alles. Op 21 mei organiseren we ook een excursie waterdiertjes zoeken.